Welkom bij deze nieuwe video. Mensen, als je misschien opvalt, kijk mijn dikke oogjes. Oh mijn god, dit oog was dus ontstoken. Ik dacht dat het iets was van eczeem of zo, maar ik ben dus eindelijk bij de arts geweest. En zij zei mij dat mijn wimperrand of zo is ontstoken. Dus vandaar dat het zo bol is. En nou is het ook hier aan de hand. Wel nog minder heftig, maar nou heb ik dus bij allebei een beetje bollige rode oogleden. En het ziet er niet uit, maar ja, make-up is mijn maan. Dus ik moet gewoon een video maken en ik moet me gewoon opmaken. En het mag ook gewoon, dus ja, maar dan weet je waarom het een beetje rood is en een beetje dikker. Over iets meer als een week is het einde van het jaar, einde van 2019, nieuwjaar en 2020 begint. Ik hoop dat iedereen een heel fijne 2019 heeft gehad. Ik ga vandaag een leuke glam nieuwjaar make-up look maken met bruin, zwart, goud. Het wordt een beetje blingy en het wordt een leuke full glam look voor als je een feestje hebt of je gaat uit of whatever. Of je blijft thuis met vrienden, familie, maar je wilt toch een beetje cute uitzien. Nou, dan maak ik vandaag voor jullie een hele leuke nieuwjaarslook. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met een make-up look. Als oogschaduwpalet gebruik ik mijn Urban Decay Born to Run paletje. En deze heeft prachtige warm kleuren. Ik vind het een van de mooiste, fijnste, duurdere paletjes die ik heb in mijn la. En ik vind hem echt super, super, super. Ik ga vandaag vooral een beetje voor de matte kleuren. En dan breng ik daarna nog een glitter aan. Om het nog iets heftiger te maken. Om het iets meer spicy te maken. We gaan even inzoomen. Nou, ik ga eerst primen. Ik gebruik weer mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Zo, nou is het ook gewoon mooi egaal in kleur. En is dat rode opgezwollen hier ook een beetje weg. Waardoor het nou ja, iets minder ontstoken lijkt. Ik ga beginnen hier met deze lichtbruine matte kleur. Die heet Riff. Dat is echt een geweldige transitiekleur. Die breng ik zo aan in mijn hele arcadeboog. Altijd wanneer ik dit paletje gebruik, gebruik ik altijd de kleur Riff als transitiekleur. Het is gewoon, ik heb gewoon nog nooit zo'n perfecte transitiekleur bruin gezien als die kleur. Ik wil het ook vandaag een beetje draagbaar houden. Want af en toe maak ik echt looks waarvan echt iedereen iets heeft van, ja maar dit kan ik niet dragen op straat. Wat ik ook begrijp, want dat vind ik ook. Dus vandaag is het wel echt gewoon een look die je zou kunnen dragen. Een mooie, heftige, draagbare glam look. En dan ga ik gelijk in met een best wel donkere bruine matte kleur. Die heet Punk. Ik gebruik nou echt de kleinste fluffy kwast uit mijn oogkwastenset. En die ga ik dan rustig opblenden in mijn arcadeboog. En mensen, neem je tijd om het een beetje goed te blenden. Gewoon rustig aan doen. Kijk, ik heb echt één keer die kleur gepakt met mijn kwast. En ik heb het gewoon lopen blenden. En ik ben er niet meer terug ingegaan. En nou is het helemaal zo mooi geblend. Je kunt het nog iets donkerder maken of gewoon zo laten. Je mag doen wat je wil. Als je het nog extra goed wilt blenden, pak dan weer de kwast die je net hebt gebruikt. De grote kwast, doe er niks meer op. Er zit nog een beetje van die lichte kleur op. En dan kun je ook nog zo lichtjes over de randen gaan. Om het nog extra goed te blenden. Dat doe ik ook altijd. En dat maakt het toch nog ietsje beter geblend. Dan pak ik de zwarte matte kleur Jet. Ik heb weer een beetje gepakt met deze kleine fluffy kwast. En die ga ik ook zo blenden in een arcadeboog om het iets donkerder te maken. Nou wil ik een halve cut crease maken, maar niet zo heftig en strak als hoe ik normaal doe. Ik wil een beetje een soft cut crease maken. Dus wel nog een cut crease, maar niet zo'n super super strakke lijn. Altijd wanneer ik een soft cut crease wil maken, gebruik ik gewoon weer mijn MAC Soft Ochre. Normaal gebruik ik een concealer, maar zoals ik al zei, dat is iets te heftig. Dan wordt het iets te strak. Kijk, gewoon zo. Het is wel een cut crease, maar een beetje softachtig. Dan pak ik deze hele mooie licht matte nude kleur. Die heet Weekender. En die breng ik aan over de hele cut crease. Dan pak ik weer een beetje van die zwarte matte kleur. En dan blend ik het hier nog een beetje in met die nude kleur. Als jij houdt van een matte ooglook, dan ben je gewoon nu al klaar. Want zo is hij ook heel mooi. Doe een beetje mascara, wimpers, maak je gezicht af. En je hebt gewoon een mooie, matte, heftige look. Maar jullie snappen wel dat ik de look niet mat ga houden, want that's not me. Dus ik heb hier wat losse glitters van Technique Cosmetics. Dit zijn hele mooie gouden losse glitters. En die wil ik nog een beetje aanbrengen zo over de hele cut crease gedeelte. En het zijn losse glitters, dus je moet wel een lijm gebruiken. Dus ik gebruik mijn Ethos Loose Glitter Primer. Die breng ik aan en dan pas breng ik de glitter aan. En ik wil de glitters een beetje smoky erop hebben. Dus niet echt in een strak lijn. Dus ik gebruik deze platte fluffy kwast. Want als je een fluffy kwast gebruikt, dan wordt het een beetje verspreid. En als je een platte kwast gebruikt, dan wordt het echt een rechte lijn. Als je dat wilt, moet je voor een platte kwast gaan. Breng ik eerst een beetje van de lijm aan, ook gewoon met die fluffy kwast. En dan pak ik een beetje glitter.
En dan pak ik een kleine ronde bullet kwast. En die gebruik ik om een beetje glitter aan te brengen hier in de binnenste ooghoek. Want die andere kwast is daar iets te groot voor. Oh mensen, kijk hoe mooi dit is. Oh my god. Ik vind dit echt zo mooi. Ik doe echt nooit een matte look. Ik weet ook niet hoe mensen dat kunnen doen. Ik mis altijd iets. Er moet iets van een glanzende oogschaduw op. Of een glitter of wat dan ook. Dat moet gewoon echt. Tenminste in mijn hoofd. Ik heb het nou bij allebei gedaan. Ik ben er echt super blij mee. Deze glitter is ook niet echt heel fel goud. Het is een beetje alsof er zwart doorheen zit. Het is een beetje een donkerige goud. Donkerig is geen woord, maar jullie snappen wat ik bedoel. En dat vind ik heel mooi. Dat past echt perfect met de look. Maar god, ik ben echt obsessed. Deze glitters heten, by the way, Gulf Coast. G-U-L-F, Gulf. Dus Gulf Coast of zoiets. Ik heb die alleen wel in PR gehad van hun. Dus ik weet niet echt waar die te koop gaan zijn. Maar ja, je kunt ze gewoon online opzoeken en dan vind je het vanzelf. Dan ga ik ook nog op de wimperrand een zwarte lijn maken met mijn Catrice Calligraph Pro Liquid Eyeliner. Heel verhaal, super fijne betaalbare eyeliner. Als mascara gebruik ik mijn BA Makeup Mascara. Oké, dan nep wimpers. Ik wil gaan voor wimpers die een beetje voller worden naar buiten toe. Want ik wil nog wel dat je de glitters goed kunt zien. En hier in de hoeken is het echt zwart en donker. Dus daar mag ook lekker veel wimper zitten. Dus ik gebruik mijn Tati wimpers in de stijl TL2. Zoals je kunt zien, ze beginnen heel wispy en dun. En ze worden voller naar buiten. Dus deze ga ik opdoen. Ik ga ook een beetje de glitter fallout op mijn gezicht weghalen. En dan ga ik beginnen aan mijn gezicht. Oké, mijn ogen zijn al half af. Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Too Faced Hangover Primer. Dit is de kleine. Ik heb de grote, maar deze moet eerst op. Als foundation gebruik ik mijn Benefit. Ik heb hem in de kleur 4. En dit is de Hello Happy Flawless Brightening. Dus deze heeft een medium dekking. Hun andere Hello Happy heeft een lichte dekking. Oh, mijn spons is helemaal niet nat. Oh, ik heb echt geen zin om naar beneden te gaan. Ik ben vergeten mijn spons beneden nat te maken. Ik ga het gewoon even doen met heel veel MAC Fix Plus. Als concealer gebruik ik dan ook gewoon gelijk mijn Benefit Concealer in de kleur... Oh, ik heb hier 3, maar ik wil helemaal niet 3. Of wil ik wel 3? Ik heb ook 5. 3 is heel licht, de 5 is meer mijn kleur. Ik ga denk ik 5 en 3 gewoon mixen. Dat is wat ik ga doen. Ik begin eerst met 5. En dan pak ik kleur 3. En daarmee ga ik een beetje hier onder mijn ogen. Om het gewoon daar ietsje lichter te maken. En that's it. De rest laat ik gewoon zo. Ik ga ook cream contouren met mijn Huda Beauty Contour in de kleur medium. En ik doe voor de verandering ook een keer mijn neus cream contouren. Dat doe ik normaal nooit echt. Maar ik ga het gewoon vandaag toch doen. Ik heb een hele makkelijke manier gevonden van vooral mijn cream contour blenden. Ik begin eerst met mijn cream contour blenden van mijn kwastenlijn Sarah Marie Cosmetics. Dit is de platte kabuki kwast die een beetje zo, ja, plat is. Met mijn kwast ga ik het merendeel van mijn cream contour uitblenden. Dan is het niet helemaal goed geblend, maar dan ga ik in met mijn spons om het helemaal perfect te blenden. Dus dat is nou hoe ik altijd mijn contour doe. Dus eerst deze om mee te beginnen. Gewoon om het alvast een beetje uit te blenden. Dan maak ik het soort van iets makkelijker voor de spons. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, en ik laat het gewoon zo. Het is dus niet goed geblend, maar zoals ik al zei, met mijn spons ga ik het helemaal goed uitblenden. Dan ga ik blenden met mijn spons. Ik begin met de concealer en dan pas de contour en helemaal als laatste pas mijn neus. Dan ga ik baken met mijn losse poeder van Huda Beauty in de kleur Pound Cake. Deze Huda Beauty poeder is zo geweldig. Niet normaal hoe smooth het je gezicht maakt. Veel mensen weten het nog steeds niet. Ik heb het al best wel vaak gezegd, maar Huda Beauty is gewoon te koop bij de Nederlandse webshop thebeautyeditor.nl of .com. Dat is gewoon een officiële Huda Beauty retailer en die is gewoon Nederlands. Dus ja, je betaalt gewoon de normale prijzen. Je kunt gewoon betalen met iDeal. Dus
ja, misschien nog handig om te weten. De poeder is 30 euro. Dan ga ik mijn gezicht ook nog poeder contouren en een pressed poeder aanbrengen. Deze twee stappen zijn echt in elke video precies hetzelfde. Maar af en toe denk ik erover na om het er gewoon uit te knippen. Omdat het toch elke keer de same is. Maar ja, dan denk ik weer, misschien is er nou iemand op mijn kanaal, is die nieuw en wil die het wel graag zien. Weet ik veel. Dus vandaar dat ik het er gewoon altijd in laat. Ondanks dat het gewoon elke keer de same is. Ik gebruik weer mijn NYX paletje. En ik gebruik deze kleur. Dan pak ik ook nog mijn Benefit Hello Happy Pressed Poeder in de kleur 2. Oh, alles flikt eruit. Dit is een lichte mat poeder. En dan als laatste, om mijn gezicht mooi smooth te maken, wat minder poederig te maken en alle make-up mooi in elkaar te laten insmelten, gebruik ik mijn MAC Fix Plus. Deze drie stappen zijn altijd de same. Het is gewoon altijd contouren met mijn NYX paletje, pressed poeder van Benefit aanbrengen en dan MAC Fix Plus. En dan een beetje waaien om het op te drogen. Leuk verhaal, of ja leuk, mijn vader is ziek, die is terminaal. En die heeft nog waarschijnlijk een paar maanden. En ik heb deze van hem gehad. Hij had ook nog een heel verhaal verteld over waarom die zo belangrijk is. Dus ja, die gebruik ik nou voortaan elke dag. Als oogpotlood gebruik ik een zwarte van Colourpop. Die gebruik ik voor in mijn onderste waterlijn. Ik ga ook een beetje op mijn huid onder de waterlijn. Want zometeen ga ik het zwart smoky maken. En dan als dit eronder zit, dan is het nog extra zwart. Uit mijn paletje pak ik dan weer deze zwarte matte kleur. En die breng ik dan aan over mijn hele onderste wimperrand. Dan ga ik die zwarte kleur een beetje blenden met deze lichtbruine kleur, Riff. Die had ik ook als transitiekleur gebruikt. Dan is de ooglook helemaal af. Ik vind hem echt super mooi. Dit is echt een look die ik draag. Dit is echt zo'n go-to glam look voor mij. Ik ga mijn gezicht bronzen met mijn met mijn MAC Give Me Sun bronzer. Mok betekent je moeder in het Marokkaans. Als blush gebruik ik mijn Kylie Cosmetics blush in de kleur We're Going Shopping. Dit is een hele mooie peachy-achtige oranje kleur. Als highlighter gebruik ik mijn Nabla Wave highlighter. Deze is heel mooi champagne met een beetje een roze gloed erdoorheen. Deze highlighter is zo heftig en ik vind het zo mooi. Ik heb een beetje te veel gedaan op mijn neus. Dat had wel iets minder gekund. Maar ik vind deze echt super mooi. Echt het geld waard. Hij is niet super super duur. Oh, ik ben helemaal vergeten om mascara op mijn onderste wimpers te doen. Voor de onderste wimpers gebruik ik mijn Benefit Roller Mascara. Want die is zo lekker dun. Die van BA Makeup is best wel dik. Oké, dan de lippen. Wat gaan we doen met de lippen? Normaal zou ik gewoon nou gaan voor een nude kleur. Omdat ik best wel heftige ogen heb. Maar omdat die dus een beetje bruinig zijn. Het zijn wel een beetje natural kleuren. Kan ik misschien ook gaan voor een rode lip of zo. Dus ik twijfel een beetje. Kon ik maar nou antwoord krijgen van jullie. Ja, ik denk toch dat ik gewoon maar ga voor een nude lipje. Als lippotlood gebruik ik Sweet Tea lippotlood van Morphe. Ik gebruik de Pixi Matte Liquid Lipstick. Deze is in de kleur Posh Nude. Het is een hele mooie nude kleur. Op zich zou ik het gewoon zo mat kunnen houden. Dat is wel mooi, maar ik ben Sarah en ik gebruik altijd een glossje. Ik heb een super fijne betaalbare gloss gevonden en dat is de NYX Lingerie Gloss. Ik heb hem gewoon in clear, dus gewoon een doorzichtige kleur. Heeft hij ook echt een naam? Ja, gewoon clear heet hij. Deze is super fijn. Hij is zo extreem glossy. Hij is maar iets van 8 euro of zo. En hij glost echt extreem veel. En dat vind ik echt super mooi. En hij plakt niet of zo. Dus ik vind hem echt super duper fijn. Ik moet zeggen, ik vind de lippen zo ook echt al mooi. Ik zou het in principe gewoon zo laten. Maar ik wil gewoon per se deze gloss erbij forceren. Omdat ik hem gewoon vandaag per se wil laten zien. Nou, dan is de look bijna klaar. Alleen nog fixing spray. Ik gebruik mijn Vanity Ready Set Glow Setting Spray. Deze is echt super mooi. Geeft ook zo'n prachtige glow aan je gezicht. En het hydrateert mij ook een beetje. En dat vind ik heel fijn. En mijn make-up blijft er langer door zitten, obvious. En dan is de look helemaal af. Oh, mijn trui is een beetje vies geworden. Ik hoop dat het niet te veel opvalt. Ik vind de look echt prachtig.
dit is echt een go-to look voor mij. Wanneer ik naar een feest zou gaan of whatever en ik heb een beetje extra tijd om dit allemaal te kunnen doen, dan is dit echt een look waar ik voor zou gaan. Ik vind het echt prachtig. I love it. Als je de look iets makkelijker wilt maken, je kunt ook in plaats zwart gaan voor heel donkerbruin. En in plaats losse glitters gewoon een glanzende kleur gebruiken uit het paletje. Dan heb je toch nog zo'n soort look, maar iets makkelijker. Maar ik vind het echt super mooi. Die losse glitters brengen ook echt een extra vavavoom. En daar hou ik van. Ik vind het echt prachtig. Dus ik hoop dat iedereen de look net zo mooi vindt als ik. Het is dus echt een draagbare look vandaag. Ik hoop dat iedereen daar ook heel blij mee is. En mocht je mijn look namaken of een andere look, gewoon überhaupt een van mijn looks namaken en je plaatst het op Instagram, tag mij er vooral in. @SarahMarieke is mijn Instagram. Want ik vind het altijd echt geweldig om jullie looks te zien. En vaak plaats ik ze ook op mijn verhaal. Dus vergeet mij niet erin te taggen. En om mij te followen op Instagram. Want daar post ik elke dag. Ik ben een heel actief persoon online. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!